Wat wil je vragen? Je zag Badr daar eten en toen zei je... Nee, ja, Badr, ik was al sowieso boos. Ik liep toevallig om weg te gaan, want ik hou niet van deze hele show. Ik ben gewoon van straight to the point. En Badr, ik heb hem gezegd, je moet gewoon toegeven wat je hebt gedaan. Je hebt hem geslagen, mishandelingen, je bedraagt, je denkt dat je de queen bent, al ben je Badr Hari. Je gaat gewoon vastzitten, heel simpel. En ik geloof in de staat, van de Nederlandse staat, wat je hebt gedaan als je andere mensen wat aandoet. Ja, dan krijg je je verdiende loon. Maar durf je dat tegen Badr Hari te zeggen? Ik heb net gezegd, denk dat ik bang ben voor hem. Wat zei die? Hij zei tegen mij, hij zei, denk je dat? Ik zei, ik weet het zeker. Hij zei, ging je lachen, zei, moet je dat even aan de rechtszitting zeggen. Dus de rechters, ik ben een beetje in de war. Maar wie ben jij dan? Wie ik ben? Ja. Ik ben iemand die nogmaals tegen, ik kan niet tegen onrecht. En hij heeft Koen geslagen, hij heeft Club R mensen bedreigd en et cetera, et cetera. Ga zomaar door. Badr, kijk vanavond, wat wil je tegen hem zeggen? Badr, hij kijkt. Ik was net bij jou, ik heb het ook tegen je gezegd, maar wat wil je doen? Wil je iemand op me afsturen? Stuur maar. Vergeet mijn naam niet, ik ben Nazi. Hi, je weet. En de belangrijkste waarom ik ook hier ben gekomen, is niet voor de hele is natuurlijk niet de spektakel, hou ik niet van. Maar hij heeft één belangrijke ding gezegd in een reportage, dat heb je gezien, op Nederland 2 of 3 was het, over Mekka. Het lijkt wel de, ik zal het even recht in de camera zeggen, hij heeft gezegd, het lijkt wel het Mekka met al die mensen die in een witte gewaad lopen, alleen dan korter. Hoe durf je zoiets te zeggen voor iemand die zogenaamd een moslim is? In mijn ogen ben je geen moslim, je bent een shaitan keferbille. Ja, en Allah hierboven zal jou ook straffen. Je weet als Badr dit ziet dat jij een probleem hebt misschien. Oeh, wat gaat hij me doen? Hè? Noordzij, daar kom ik vandaan. Kom maar naar me toe, als je ballen hebt. Ik ben niet bang hoor, echt niet. Dankjewel. Ja, alsjeblieft, dus hij weet Allah. Doei.